Goedemorgen jongens. Het is denk ik de tweede dag dat we het ontbijt hebben gehad. Nee, we hebben hier voor de. We hebben de vierde keer. Eerst de tweede dag en ja. De dag na een nieuwjaar hebben we gedaan. Oh, wat erg. We hebben dus inclusief breakfast gedaan, we hebben het amper gehaald. En daarom komen we niet door die kutrij. Oh, nou, we staan in de rij. Voor de breakfast. Het ontbijt was echt kapot gaar. Het was mega druk. Dan moest je heel lang in de rij staan voor een omeletje. En toen kreeg ik ook nog een verkeerde. Dus ik was gelijk schrijnig. Dus ik dacht, laat maar. Ik ga lekker aan het zwembad liggen. En dan ga ik gewoon lekker bestellen wat ik wil. Ik heb even een andere blouseje aangedaan. En mijn badpak. Ik weet niet of je kan zien. Yes, ik heb mijn badpak weer aan. En ik ga vandaag gewoon de hele dag aan het zwembad liggen. Het is mijn laatste dag. Het is onze laatste dag vandaag. Dus ik ga gewoon heel lang... in de zon liggen, aan het zwembad, even lekker genieten. Wij zitten nu aan het zwembad. Deze moet nog zijn kleren aan, want hij gaat zo sporten. Ik ga vandaag niet sporten, maar hij gaat dus vandaag een challenge doen. Dus daarom moet hij sporten. Oh man. Hij gaat vandaag 1 meter lange dunne broodje eten voor een video. Succes maat, ga maar lekker sporten. Ik ga hier lekker zitten. Ik heb een cappuccino besteld van de Starbucks. En ik ga lekker chillen hier. Ja, lekker naar beneden, kan ik zonnen. Woe! Tenminste weer, guys. En ik heb lekker Pepsi besteld. Hier zoveel zeggen dat ik alleen maar Pepsi. Ik vind het zo lekker. De bestelling is binnen. Oh, dat looks very good. Ja. Ik heb een salade besteld. Het heet fattoush in het Arabisch met garnalen. Ja, ze zitten er klaar voor. Nessie gaat 1 meter lang een dunne broodje eten. We hebben even een middagpauze. Dus kijk een keer. Dat is een 1 meter lange duramisser. Dit is niet normaal. Hey guys, ik ga eentje mee eten met Nessie. Ik gun jou. Kijken of die heeft gered. Ik ga daar even naar zijn kanaal. Ga niks spoilen. Ik ga me even klaarmaken en voordat ik dat even ga doen, wil ik jullie even zo wat ik gisteren bij de Sephora heb gekocht. Anders heb ik het al open gemaakt. Als eerst gewoon even doekjes voor mijn gezicht. Deze waren voor een glow op je face. En ik heb van Fenty de Gloss Bomb gekocht in de kleur Sweet Mouth. Die had ik nog niet. En het is echt mijn lievelingslipgloss. Dus ik heb er nog één gekocht. De Gloss Bomb, maar dan in de kleur Hot Chocolate. Deze is echt heel erg donker, maar deze wou ik ook heel erg graag. En dan is mijn collectie van de lipglosses van Fenty echt helemaal compleet. Dan heb ik van Fenty nog de nieuwe foundation die ze heeft uitgebracht. En dit is de Soft Matte Powder Foundation. Het is echt een poeder foundation. En... dan hebben we nog een lipstick. Ik heb een liquid lipstick gekocht van Dolce & Gabbana van de nieuwe collectie. En dat is echt een kleur die ik normaal gesproken nooit zou uitkiezen. Maar ik wou hem gewoon even op vakantie. Ik ga je het even showen. Zo, dit is dus de eerste lipgloss van Rihanna. Dus je hebt nog een andere versie die erop lijkt. Die is echt een beetje roze. En dit is meer een beetje nude. En dan hebben we deze, de Hot Chocolate. En deze vond ik altijd zo erg mooi. Maar durfde ik gewoon niet te halen. Omdat ik hem net iets te donker vind. Maar het is een lipgloss. Dus ik denk echt dat hij mooi is. En vooral deze zijn echt sowieso heel mooi. Dan de foundation. Daar twijfelde ik echt heel erg over. Want ik heb een gemixte huid. Maar ik heb echt heel droge stukjes. En ik dacht ja, poeder foundation helpen mij gewoon niet. Maar ze zeiden het voor elk huidtype eigenlijk was. Dus ik heb hem gewoon gehaald. Echt heel goed uit. Ik heb hem op mijn hand uitgeprobeerd. Was die echt heel erg mooi. En als je hem dus opent, heb je dus een sponsje waarmee je het dus kan aanbrengen. En dan van Dolce & Gabbana, mijn nieuwe liquid lipstick. Is het er zo uit. Zoals jullie zien is het echt een kleur die ik zelf nooit zou gebruiken normaal. Maar ik wou hem gewoon even aandoen voor mijn laatste look op vakantie. Kijk, nu heb ik dus alle kleuren van de lipglosses. Je hebt dus nog eentje, die is meer roze. Die heb ik ook, maar die vind ik eigenlijk niet zo heel erg mooi. Maar deze is echt prachtig. Deze is echt heel erg mooi. Die heb ik altijd gebruikt. En nu heb ik dus deze twee. Echt heel happy ermee. Een hele goede avond, guys. Zo, dit is even een heel andere medium look. Ik moet hier echt aan wennen. Want ik hou sowieso niet op rood op mijn lippen. En dit is een beetje oranje. Een beetje zo'n koraal kleurtje. Maar ik vind het wel echt heel erg
mooi voor nu. Ik weet niet. Het is wel echt een look voor op vakantie. Ik zou het dagelijks niet echt dragen. Maar ik vind het voor nu leuk. Ik ga even foto's maken op het balkon. Dan komt het zo goed lukken, want het is een beetje donker zoals je ziet. Ja, dat is het een beetje. Wij zijn een beetje planningloos. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb eigenlijk een beetje een soort van feest outfit nou aan. Ik ga die zo veranderen gewoon in een lekkere jogging of jeans. En dan gaan we gewoon even richting de mall. Even de laatste dingetjes doen. Even de laatste snackje. Misschien een ijsje eten. En dan is onze Dubai vakantie alweer voorbij. Ik laat jullie even mijn outfit zien. Ik heb trouwens mijn outfit nog niet laten zien. Maar ik heb een topje aan van de Zara. En even kijken of we het kunnen zien. Een rok ook van de Zara. Ik heb een fluwelen rokje aan van de Zara. En hij is hier kort, maar hier heel lang. Het is zo'n asymmetrische rok. En dit was mijn keuze nummer 2 voor oud en nieuw. En ik heb mijn hakken eronder van Misguided. Ja, love it. Dit is een beetje de look. Guys, wij zijn bij La Durée. En ik heb macarons gehaald. Even kijken of ze echt zo lekker zijn als iedereen zegt. Ik heb chocola genomen, strawberry, pistache, coconut en chocola. Guys, ik ben hier maar gaan zitten zodat ik alles kan proeven. Ik word keihard aangekeken, want hier zitten echt heel veel Arabs. En ik moet denk ik iets waar zien. Oh, ze zijn lekker koud. Wil je ook de chocola met mij proeven? Ja, proeven. Ik wil even een comfy outfit scoren voor het vliegtuig, want die van mij is vies. Die van mij moet nog gewassen worden. Dus ik moet even dit passen om te kijken of die wel echt lekker zit. Anders wil ik hem natuurlijk niet aan. Oké, ik heb dus echt letterlijk geen enkel toetje gehad in Dubai. Behalve net de macarons. En nu ga ik samen met Nes voor een tiramisu. Deze zag er zo lekker uit. We zijn nu bij Costa. En echt, ik zie altijd al die Engelse influencers altijd bij Costa de koffie halen. Dus ik denk, nou, ik ga even zitten. Even kijken of het echt zo lekker is. En even deze tiramisu proeven. Last day. Wij zijn weer op onze kamer. En wij moeten deze rotzooi helemaal gaan opruimen. Want we moeten onze koffers inpakken. En wij vertrekken over 4 uurtjes of zo al. Ja, dat is een beetje een update. Mijn lippen zitten er nog op. Ja, ik vind het wel jammer, want ik vond het net lekker met het weer en zo. Ik was net even aan het genieten. Ik merkte gewoon, weet je, het was best wel een pittig jaar. Ik denk voor iedereen wel een beetje. Dat ik zeg maar, toen ik hier aankwam, ik dacht van, ik heb gewoon even nodig om te beseffen dat ik even hier ben. Ik was ook gewoon echt niet in de mood. Dus ik denk, ja, lekker weer of zo. Maar ik was zeg maar mentaal hier nog niet. En na 3-4 dagen dacht ik, oh, eindelijk een beetje ontspannen. Want volgens mij was mijn lichaam gewoon heel erg gestrest of zo. Maar ik ga wel 1 ding positief zeggen. Ja. We gaan Dina en Lila weer zien. Ja, oh, ik heb ze echt heel veel gemist. Vooral met oud en nieuw. Oh. Oh. Ik ben wel blij. Nooit meer. Ik ben wel blij dat dit jaar geen vuurwerk was in Nederland. Nou. En ik vind het alles zo heel zielig. Heb je het nog niet gezien? Ja, maar niet zo veel. Ik vind het heel zielig voor huisdiertjes en zo. Met oud en nieuw. Hamiza, Hamiza. Loi, 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 loi. We hebben weer hier ons eigen liedjes gemaakt en dit keer we Hamouzi Hamaza. Hamizi o Hamouza. O Khaliji, o Khaliji, o Khaliji, o Khaliji. Goedemorgen guys. Koffers staan klaar met heel veel stress, mijn god. Moest ook klimmen alles. Oh, Nini huisje. Guys, we zijn aan het uitchecken. Ik heb echt zo'n chille outfit aan, want ik heb alles een beetje te groot gekocht. Ik heb een truitje aan van Pull&Bear. En deze jogging van Pull&Bear. Gewoon mijn sneakers. Echt heel chill. Bye bye. En ze heeft ook echt een heel chille outfit aan. Oh, wij zijn op de airport. Wij gaan lekker ontbijten. Ik heb een koffietje, ik heb lekker een acai bowl en we hebben 2 croissantjes. Oh, het is zo goed uit, het is echt zo lekker. Hij is ook warm, dus die kaas en kalkoen in. Het handige aan Dubai, Nessie, is dat alles hier eigenlijk gewoon halal is. Dus hoef je daar niet meer op te letten. Is het lekker? We zijn er eindelijk. Nou jongens, als jullie dachten,
het schip wel groot was. Echt, we hebben zo lang gelopen hierheen. Niet normaal. Mijn benen doen gewoon pijn. Ik heb net even de laatste snacks gehaald. En als ik in Nederland ben aangekomen, ben ik er ook echt helemaal klaar mee. En ga ik weer helemaal opnieuw starten. Ik heb het eigenlijk best wel goed gedaan qua voeding in Dubai, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb eigenlijk alleen maar gisteren een beetje gecheat, dus daar ben ik heel erg blij mee. Kan je even zien wat ik heb gehaald. Ik heb dus deze chip gehaald. Doritos Sweet Chili, ken ik niet. Ik was wel nieuwsgierig naar. En voor zoetigheid heb ik deze gekozen. That's it.